Vanuit de dorpsraad Epse Joppe is een petitie gestart tegen de komst van hoge reclamemasten langs de A1. Het is de bedoeling dat er masten van zo'n 60 meter hoog worden geplaatst langs de snelweg. De dorpsraad probeert er nog alles aan te doen om de reclamemasten die gepland staan langs de A1 bij Deventer tegen te houden. De dorpsraad is daarom op internet een petitie begonnen en ook is het gemeentebestuur van Deventer al aangeschreven. Daarnaast wordt geprobeerd op alle mogelijke manieren gemeenteraadsleden nog te overtuigen. Als alles toch doorgaat, komen de reclamezuilen er waarschijnlijk in juni.